1. Ja. Hallo. En nu zijn we dan op bezoek bij een echt collectief. De dames van Meer dan Vilt. En dat zijn Linda, Hanneke en Karen. En kunnen jullie ons vertellen van waarom jullie Meer dan Vilt heet? Wat doen jullie? Wij zijn Meer dan Vilt, omdat wij allemaal filten en samen op zoek zijn naar een ontwikkeling in ons werk. En soms heeft dat een hele diepe achterliggende gedachte en soms ook een hele maar daarom is het meer dan ook. Oké. Kunnen jullie ons wat laten zien van wat jullie nog hebben gedaan? Ik zie hier werk wat al een beetje op de lijkt. Ja. Nou werk je daar denk ik? Ja, dat is mijn werk. Ik heb dit gemaakt omdat ik ooit heb meegedaan aan de zomerexpositie. Expo. En het thema was daar water. Dus voor mij zijn dit de golven. En water is heel erg veelomvattend. Water kan zacht zijn, troostend, maar kan ook ja, heel erg verwoestend zijn. En het geeft de golven die hierin zitten, zijn ook een beetje de ribbels in het zand die komen van het water. En die ribbels zijn dan wel heel erg het tegenstrijd met het werk van Marius. Ja, dit werk heb ik gemaakt omdat er op een gegeven moment een kale muur in het huis kwam en ik wilde daar iets wat een beetje subtiel was, vandaar dat het strakker is, dat het meer in de structuur zit dan machine daar allemaal knoopjes van gemaakt. Het beeld wat ik hier heb neergezet is gebaseerd op een gedroogde allium die ik ooit van iemand cadeau kreeg. En omdat ik van huis uit bloemist ben, sprak mij dat behoorlijk aan. En ik heb eigenlijk gedroogde bloemen naar willen boksen. Dus ik heb ook bloemisten eruit gebruikt in dit geval om het frame te maken. En dat is tegelijkertijd ook een afstudeerproject geweest voor mij voor de opleiding tot filtergesteldtraining in Duitsland. Oké, kan je daar wat meer over vertellen? Wat ga je daarmee doen met de opleiding? Wat heb je geleerd? Ik heb heel veel geleerd. Het is een Duitse opleiding, dus dat zegt vaak genoeg, hè, de Duitse Grundigkeit. Dus alles komt aan bod. Van kleurkennis, van filter, van 3D dingen, kleding, kunstgeschiedenis, kijken naar kunst, hoe kun je dingen omzetten. Nou, van alles komt eigenlijk aan bod. Ja. En leidt dat nou vanuit nieuwe inzichten? Wat ga je doen in de toekomst? Ik heb thuis een atelier en daar geef ik eigenlijk iedere week les aan groepen mensen. En dat blijf ik ook doen. Maar daarnaast heeft het nu wel een beetje vlucht genomen en ga ik volgend jaar ook in Duitsland lesgeven. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Klinkt heel spannend en interessant. Ja. Dan lopen we door naar het werk van Anneke. Dan moeten we even de andere hoek in. Anneke, wat heb jij meer dan veel te laten zien? Nou, mijn inspiratie was moesjes. Je vindt een boomstammen, paaltjes en stuk schors en wat dan ook. Ik ben gaan kijken naar de moesjes, de kosmos met name. En die hebben zo'n diversiteit aan vorm en kleur en textuur en structuur. En ik hou heel erg van filter met techniekjes. Dus ik vind het heel leuk om techniekjes uit te vinden. En kleur spreekt me enorm aan. En ja, na een aantal experimentjes is dit mijn werk uiteindelijk. Ja, maar goed, ik kan natuurlijk nog zo ver doorgaan op die moesjes. Dat, dit is nog niet klaar. Ja, nee, het is een eindeloos onderwerp. Ja, precies. Ja, ja. Ga verder zoeken. www.deveeltkamer.nl Ja, en
En je naam is? Linda Lammers. Dank jullie wel, dames. En heel veel plezier met alles van filter.